Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Ik sta nu voor Theater De Meente in Steenwijk, waar vanavond het RSG Schooltoneel plaatsvindt. Ze spelen de musical Elektra en ik neem je eens mee in de voorbereiding vlak voor de show. En we gaan natuurlijk eens kijken wat het publiek ervan vindt. Kom mee! Elisa van Elisans, jij bent betrokken bij de musical van het RSG Schooltoneel. Als in welke rol? Een choreograaf. En ik doe de dansjes en bewegen en van alles en nog wat. En nou ben je choreograaf bij een musical. Is dat moeilijk? Nou, ik vind het wel lastig, want je hebt te maken met mensen die niet kunnen dansen. Dus het is heel veel passen en meten. Maar het is wel heel erg leuk hoor, dat wel. Het is wel een uitdaging voor mezelf ook. Ik leer er heel veel van. Wat moet jij nu tijdens de uitvoering gaan doen? Ik sta achter de schermen en zorgen dat iedereen op tijd op het podium staat. En zorgen dat iedereen op zijn plek staat. Een beetje lol maken achter. Maar voordat we verder gaan, krijgt de historie ruim baan. Ik ga eens even kijken of ik hier mag inbreken. Ja. Je zit nou vanavond bij het RSG Schooltoneel. Hoe vind je het? Ja, heel mooi. Bijzonder om de leerlingen daar op het podium te zien. Staan er veel bekende leerlingen uit jouw klas op het podium? Nee, ik heb alleen 5 HAVO dit jaar. Dus ik heb geen bekende gevonden. Alleen oud-leerling achter de drumstel en een gitaar, geloof ik. Dus verder niet. Nee. Ja, en jou zie ik nu. Dus, Ja, dat is wel voor de achtergrond, voor de kijkers. Zeg maar. Jij geeft natuurlijk les op de RSG. En is dit nou misschien ook een van de hoogtepunten in het jaar, zo'n musical? Nou ja, wel een van de. Ja, dat is heel mooi dat leerlingen zoiets doen. Uitwisseling, schooltoneel, dat zijn allemaal momenten buiten school die heel erg leuk zijn voor hun en voor ons ook. Ja. Is dit niet wat voor jou om dan ook mee te doen? Nou, dat durf ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik vind het wel heel goed dat ze daar staan. Ik heb nog geen collega gezien op het podium. Maar als het goed is, komt dat nog. Ik ga hier eens eventjes inbreken. Want Robin, jij bent oud-leerling van de RSG. En jij bent nu werkzaam, hoor ik. Dat klopt. Welk vak geef je? Wiskunde. Wiskunde. Ja. En hoe ben je zo bij wiskunde gekomen? Ja, nou ja, iemand moet het doen, hè. Ja. Jij offert je maar op. Ik offer me op, ja. Hoeveelste jaar sta je voor de klas? Ja, 4 nu denk ik, zoiets. Ja. En nog niet in je opgekomen om mee te doen met de schoolmusical? Nee, nou ja, ik heb een poging gedaan om te zingen. En nou ja, dat was het moment dat ze nieuw glas in het, erin hadden gezet, zeg maar. Dus ja, dat was niet echt wat. Dat wordt hem niet, je blijft lekker in de zaal zitten. Ja. Nou, hoe vind je hem tot nu toe? Ik vind hem heel gaaf. Ik vind het leuk ook om te zien dat er zoveel eerste klassers meedoen. Ik vind de muziek heel erg leuk. Spreekt me heel aan. En ja, top. Echt top. Ik ga heel even gauw onderbreken. Een hele goede avond, meneer Raspen. Hoe maakt u het? Ja, uitstekend. Dankjewel. Leuk om deze avond zo mee te maken met een leuke introductie die we hadden. Nou, en dan glij je zo de voorstelling in. Prachtig om zo'n podiumplekje te hebben en... Ja, wie weet wat dat verder ook nog losmaakt van deze leerlingen. Ja. Ik kom eventjes inbreken. Hey, ik kom toch even inbreken. Ik kan het niet laten. Als docent van de RSG, je bent natuurlijk trouwe fan van de schoolmusical. Ja, dit is zeker dan mijn eerste keer dat ik er ben. Dus, Hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het ook heel erg gezellig. En als dit nou de eerste keer is als publiek, zie ik je volgend jaar op het podium? Nou ja, ik zou ook meedoen, maar ik kan repeteren en toen lukt het niet. Ik zie jou lachend van het toneel afkomen. Hoe voel je het gaan? Wel goed, denk ik. Ja. Ja, maar jij had na de pauze had je een behoorlijk indrukwekkende scène gelijk. Ja. Je mocht gelijk zingend en al het podium op. Vond je het eng? Een beetje, maar het is ook wel leuk. Ik ga eens even naar de lady in charge. Mag ik dat zeggen vanavond? Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Het ging super vanavond, dus... Ik ben een tevreden mens. We hebben elkaar een keer even eerder gesproken en uitgelegd wat voor voortrek de kinderen hebben gehad. Als je ziet wat er nu vanavond staat, dat is echt, ja, dat kan eigenlijk niet beter. We hebben maar een goede 12 weken geoefend en hebben ze een week vakantie gehad. En maandagmorgen staan ze en moeten ze gewoon draaien. En dan sta je hier in het theater, wat ze niet kennen, een decor wat ze niet kennen, kostuums, belichting, de band. En nou ja, ga er maar aan staan. En dan toch voor zulke jonge mensen. Elektra, hoe ging het? Ja, goed. Ja, het ging
kan altijd beter natuurlijk, maar het ging wel goed, gelukkig. Ja, je kijkt er tevreden op terug als je morgen wakker wordt? Ja, zeker. Ja, ja, echt wel. Vond je het nou lastig, die voorbereidingstijd, al die weken hier naartoe werken? Nou, ik vond het eigenlijk te kort, maar ik had echt wat meer gewild. Om even wat meer in je rol te komen? Ja, om zeg maar meer wat dingen goed te zetten en een beetje plaatsen. En ja, het ging nu allemaal gisteravond nog en dat soort dingen. Dus. Maar het is goed gekomen en daar gaat het om uiteindelijk. Ja, ik sta nu bij de rector van de RSG. Hoe heeft u dit ervaren, dit schooltoneel? Ja, ik vind het een geweldige ervaring. Ik geniet er echt van om te zien hoe die kinderen allemaal hun best doen en plezier hebben. Heel zenuwachtig zijn ze nu en dan, maar dat hoort er allemaal bij. Ja, gewoon die talenten die ze op deze manier kunnen gebruiken, kunnen ontdekken. Is dit nou ook iets wat de RSG onderscheidt van andere scholen? Nou, ik denk het wel. Wij zeggen accent op jouw talent. En dit is toch wel een mooi voorbeeld van hoe we in ieder geval aantal talenten weten aan te boren. En zo zit er volgens mij weer een hele geslaagde avond van het RSG Schooltoneel op. En zo zag je ook weer een aflevering van Theekamp TV. Vergeet niet hieronder even te liken en een comment achter te laten. En abonneer je op mijn kanaal. Kijk ook bijvoorbeeld eens op facebook.com/joeypresenteert of joeytheekamp.nl. Voor nu nog een hele fijne tijd waar je mee bezig bent en tot de volgende keer.